Ja, daar staan ze dan, hè, met de sleutels in handen. Oh, jullie hadden die burgemeester echt hartstikke goed te pakken, zeg. Fantastisch. Hey, prinses Sanne, moeten we ze nou gewoon weer inleveren de woensdag na carnaval? Of hoe werkt dat dan? Nee, deze keer zijn ze voorouders, dus ze blijven mooi in het moesland. Ah, top. Hey, en prins Stijn, hoe voelt het nou om de macht te hebben over het moesland? Ja, heerlijk. We gaan ervan genieten. Oh, nou helemaal top. Is dit een mooi momentje om te vragen aan onze voorzitter Maarten, want we hebben de sleutels natuurlijk in handen, om even een woordje te richten aan de moeszakken en moeszakinnen. Nou, dankjewel. Dankjewel, voorzitter. Carnaval, van jeugdcarnaval Marieke. En ik ben super blij dat wij de sleutels in ieder geval hebben. En de sleuteloverdracht, eigenlijk is dat een onderdeel van de erewijn. En aan het eind van elke erewijn, dan krijgen de voorzitters even het woord. Nou, bij gebrek aan twee andere voorzitters heb ik toch maar even de vrijheid genomen om het woord te nemen. En ik wil eigenlijk het woord even richten aan burgemeester Bakermans. Ja, het is de laatste erewijn, de laatste sleuteloverdracht. Dus het ook de laatste keer dat u dat gedaan heeft. Dus ik zou eigenlijk zeggen, ja, het is zeg maar, het is min of meer uw eerste van de laatste afscheidsspeeches, zeg maar. Dus deze is wel vroeg misschien in het jaar, maar ja, aan het eind bent u van dit jaar bent u ook geen burgemeester van Landert meer. Ja, zal ik even zeggen, 2013, ik weet het nog wel. 2013, toen kwam u als burgemeester en toen zei u al, ik ga in ieder geval niet als de burgemeester van allerlei stukjes doen. Op een toneel, een toneelspelletje, een toneelstukje. Ik ga dat allemaal niet doen. Terugkijkend naar de afgelopen paar jaren, is dat nou net niet helemaal gelukt. Maar ik moet zeggen, we hebben er echt wel van genoten. En we hebben er echt, echt heel veel plezier van gehad. Meestal waren de prinsen het mikpunt van uw speeches of van de sketches die u maakte. En zo heel af en toe kwamen ook de voorzitters aan de beurt. Dat vinden wij niet erg. Dat vinden wij prima. Ik wil in ieder geval u, en dat vind ik in ieder geval belangrijk, bedanken voor al de tijd en de energie en het medeleven wat u heeft voor carnaval. Carnaval in het Moesland, carnaval in het Kelenrijk en carnaval bij de Smouzen. Voor u heeft altijd voorop gestaan jeugd. Jeugd en de ouderen. Vergeet die vooral niet. En daar gaan wij ook zeker aandacht aan blijven schenken. Ik hoop dat we u in ieder geval nog ergens op een moment tegen gaan komen. Dank je wel in ieder geval voor nu. En natuurlijk wil ik ook even het woord richten. Oh, even wachten. Ik ben nog even iets vergeten. Want u was er altijd. Maar volgend jaar mag u twee keer komen. Want volgend jaar mag u op de geweldige, de meest mooie jeugdoptocht komen op zondag. Maar natuurlijk op de mooiste, de schoonste en de geweldigste optocht van heel het Moesland op Moesmondag. Ik ga ervan uit dat u er bent. Dan weet u dat vast. En ik ga zoeken. U zorgt dat u bent. En uiteraard wil ik afsluiten met het woord te richten tot onze moeszakken en moeszakinnen, onze carnavalsvierders, in heel het Moesland en daarbuiten. Op Landert TV kijkt natuurlijk Kelenrijk mee en kijken natuurlijk de Smouzen ook mee. Wij wensen jullie in ieder geval, al is het wat minder, een meer dan fantastisch carnaval. Geniet van elkaar en geniet van het leven. Heb plezier en wij proosten op een later moment op het Moeslands carnaval en op carnaval. Dankjewel. Dankjewel, voorzitter Maarten. Ja, applausje even. Op het podium. Hey, en dan vind ik het nu wel echt tijd voor jeugdcarnaval. Dus, ik zou zeggen, we doen een afmarsje voor prins Twan, prinses Manon en voorzitter Maarten. En we vragen ons eigen jeugdprotocollen bij. Onze opperrens, onze adjudant Joep, onze hofdame Hanne en natuurlijk onze nar Lars. Ik zeg een muziekske. Thank you.
staan we dan, hè? Ja, dit voelt toch wel een beetje completer, hè? Met ons eigen protocol erbij. Hé, hey, jongens, we zijn gewoon op televisie. Even zwaaien, iedereen thuis. Hallo, hier Jeugdcarnaval Schaik. Hé, hey, en we gaan jullie nou een klein uurtje vermaken met heel veel mooie dingen van Jeugdcarnaval. En ik wil daar gewoon heel snel mee beginnen. Dus ik geef het woord aan prins Stijn de Nuurste en prinses Sanne de Tweede. Welkom moesakken en moesakinnen. Hier jeugdprins Stijn en jeugdprinses Sanne. We gaan jullie het komende uur laten zien wat we als jeugdcarnaval allemaal al gedaan hebben vanaf 11 november. Natuurlijk lezen we ook onze proclamatie voor. En we hebben hier nieuws over Boer Kamoes. Onze huppelpupjes laten hun gardendans zien en we bouwen een feestje hier op het podium met ons protocol voor alle kinderen in het Moesland. We beginnen met een terugblik. Ons carnavalsjaar begon op woensdag 11 november, want toen werden we onthuld als de nieuwe jeugdprins en jeugdprinses van het Moesland. Kijk mee wat we sindsdien allemaal meegemaakt hebben.